Ik ben Anneke van Veen, ik ben een van de longartsen in het CWZ hier in Nijmegen. We zijn hier op onze mooie polykliniek, longgeneeskunde. We doen het longfunctieonderzoek hier achter mij. De spreekkamers zijn daar. We doen ongeveer 10 spreekuren per dag, waar we patiënten fysiek zien als het nodig is, maar ook steeds meer met een beeldbelconsult. Sinds kort zijn we begonnen met nog een nieuw digitaal middel om de communicatie met onze patiënten te vergemakkelijken. Dat is de Beter Dichtbij app. Denk aan WhatsApp, maar dan op een medisch veilig manier, waarbij je vragen kunt stellen aan je doktersassistenten, je verpleegkundigen of je dokter. Britt is een van onze researchverpleegkundigen die deze app inzet voor de patiënten die meedoen aan ons wetenschappelijk onderzoek. Misschien kunnen jullie daar even meekijken. Hoi, ik ben Britt Hulsen. Ik ben werkzaam in het Canisius Wilhelminus Ziekenhuis als researchverpleegkundige. Dat doe ik op de polylongziekte. Als researchverpleegkundige ben ik ondersteunend aan de longartsen tijdens wetenschappelijk onderzoek. En het is veel contact met patiënten en daardoor een erg leuke afwisselende baan. De studies die wij doen zijn studies naar de effectiviteit van bijvoorbeeld geneesmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen die zowel op de markt zijn als nog niet op de markt zijn. Dat hangt helemaal van de studie af. Tijdens zo'n studievisite komt de patiënt bij ons voor verschillende dingen. Dat kan zijn longfunctieonderzoeken, hartfilmpjes, bloedafnames, maar ook vragenlijsten die we afnemen. Patiënten die meedoen aan de studie, die zien wij vaak op de poli tijdens de intensieve visites. Maar wij spreken ze ook telefonisch of tegenwoordig ook via de Beter Dichtbij app. Wij nodigen eigenlijk iedereen uit voor de Beter Dichtbij app, omdat het in de research erg prettig is om dat korte lijntje te houden. De patiënt moet ons ook snel kunnen bereiken als er iets aan de hand is wat niet spoedeisend is. We gebruiken het voornamelijk om afspraken door te sturen of herinneringen voor afspraken, zodat zij weten hoe ze voorbereid naar een afspraak kunnen komen bij ons op de poli. Daarnaast kan de patiënt snel en eenvoudig vragen stellen over de studie, maar ook over de afspraken. En dat werkt erg snel en prettig. Ik ben Ronald de Puik. Ik ben al langer dan 10 jaar onder behandeling van CWZ met mijn longproblemen. Door de communicatie met de artsen is het beter geworden. Ja, het heeft me dus in feite al een heel eind gebracht. Toen kwam de app om de hoek. Niet en zodoende ben ik bij Britt terechtgekomen. Bij Britt werd het gebruik van de Beter Dichtbij app geïntroduceerd. Ja, en daar heb ik dus een hoop baat bij. Het is hele korte lijnen. Ja, heb ik een probleem, bel ik Britt, of ik mail Britt, of hoe dan ook. En Britt gaat er verder achteraan. Ja, want die is dichter bij de artsen, als dat ik kan komen. Mijn vertrouwen in mijn lichaam is daardoor wel vooruit gegaan. Ja, omdat ik weet, er zijn mensen die me steunen. Ja, en ten alle tijden klaarstaan. En dat geeft een heel geruststellend gevoel. Ik ben dus heel blij met de app.